Ja, jongens, beste vrienden, kijk even wie we hier hebben op het kanaal. Ha, met een grote smile. Jan zelf. Hey Harry. Welkom, Jan. Wel, ja, dankjewel. Ja, leuk dat je even tijd vrijmaakt. Nou. Tuurlijk. Hey, allereerste vraag is natuurlijk aan jou. Hoe is het met je? Dat moet even. Kom op. Nou, met mij gaat het eigenlijk ontzettend goed. Ik heb nu bijna een jaar vrij al. Ja, dat dacht ik ook een jaar geleden. Ja, ja, dus ik ben goed aan het terugkomen. En ik heb ook echt de tijd genomen. Dus nee, ik ben absoluut tevreden. Ja, wat heb je in dit jaar gedaan? Wat heb je... Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Ik heb gewoon veel gesport. Ik heb goed uitgerust. Ik heb, ben begonnen met yoga en... Oh. Ja, ik heb eigenlijk al mijn tijd gewoon gebruikt om, om terug te komen. Gewoon rustig aan, in mijn eigen tempo, om goed na te denken over wat ik in de toekomst wil. En ja. Nou, veel met de club ook bezig geweest, dus dat, dat heeft me wel op de been gehouden. Want ja, die liefde die zit zo diep, dat gaat natuurlijk nooit over. Dus ja, dat heeft me er ook wel doorheen gesleept. Ja, ja. Hé, maar goed, maar ze zeggen... Oh, wacht even, ik had hier eventjes drie titels opgeschreven van jou, Jan. Nou, zeg het eens. Ja, nou, als je toch spreekt, wil ik het even weten. Je mag kiezen uit deze drie... Dit zijn mijn drie favoriete Jan Smit-nummers. Oké. Okay. Ja, dat is Stilte in de Storm, Als je lacht en als de nacht verdwijnt. Nou ja... Ja, nou, dat is, vind ik best lastig, Harry. ja. Een paar weken geleden zag ik een video van je waarin Als de Nacht Verdwijnt voorbij kwam. Dus ik zag hoeveel plezier jij daaraan beleefde. Ja. Maar dat, ja, dat is natuurlijk het feestgehalte. En als je gaat voor Stilte in de Storm of Als je lacht, dat was 10 jaar later. Dat zijn de liedjes die ik zelf gemaakt heb. Dus daar heb ik wat meer binding mee. Ja. Maar ik denk dan toch, ik ga dan toch voor Als je lacht. Ja, oké. Okay. Nou, dat wou ik maar even weten. En dan wil ik eigenlijk van jou horen, want ik hoorde jou Als de Nacht Verdwijnt zingen. Heb jij dan ook, zing jij dan ook wel eens voor je vrouw? Want oeh, als je lacht, wie dan ook wel eens staan. Ja, dat moet ik ook gaan doen, ja. Ja, ja, maar goed. Ja, maar je weet, ik kan niet zo goed zingen. Dus... Nou ja, het is anders. Het is een beetje lastig allemaal, ja. We noemen het zingen, maar we weten beter. Nou ja, goed. Ja, maar uit je hart. Komt. Het gaat om het gevoel, Jan. Zo is dat. Dat is hem, hè. Hé, hey, maar luister, jij bent dus... ja, bij Volendam ben jij... hallo? Communicatie, wat ben je allemaal? Mediaman? Nou, ik ben bestuurslid commissie. Cultuur en media. Hé, hey, maar jij hebt die Wim Jong binnengehaald, eigenlijk. Ik bedoel, dat is een beetje jouw werk, toch? Dat heb jij toch gedaan? Ik heb een aantal gesprekken mogen voeren met Wim. We hebben uiteindelijk... Ja. Met een aantal mensen hebben we hem weten te overtuigen. Maar we hebben daar wel 2 jaar over gepraat. Voordat hij, voordat hij überhaupt warm werd om iets te doen. En dat begon met een kop koffie over zijn zienswijze over de club. Ja. Toen als van adviseur, wat zou jij nou doen als... Uiteindelijk kwam hij toch een keertje kijken. En toen werd er een heel nieuw bestuur geformeerd. Waar hij ook echt heel tevreden over was. Toen kwam het hele team Jong om de hoek kijken. Van nou goed, als ik dan iets zou doen, dan zou dat eventueel kunnen. Maar dan wel, nou ja, en uiteindelijk... En zo gaan we maar door. Zijn we nu 1,5 jaar verder en heeft hij zijn contract ook verlengd. Hij heeft nu nog getekend tot na... Dit seizoen? Ja. Het ziet er rooskleurig uit. Het mooiste zou natuurlijk zijn als wij met Team Jong, met Wim en zijn mannen kunnen promoveren en dan de Eredivisie in. Ja, maar dan moet dat dit jaar gebeuren, die promotie, ja toch? Dat zou volgend jaar ook kunnen, maar ja, waarom niet dit jaar, hè? Denk je dat? Voel je dat? Ja, ik weet, kijk, Wim is hier niet in de buurt nu. Ik voel dat wel. Nou, als jij het zegt dat Volendam gaat promoveren, dan is het zo, Jan. Nou ja, ik zou niet weten waarom niet. Kijk, daar heb je het al. Maar, ga jij, kijk, die Wim Jong die blijft nu misschien wel 1,5 jaar of 2 jaar, misschien tot het eind van dit seizoen. Maar jij leest natuurlijk ook de kranten, net als ik. Ja, ik lees ook de kranten. En ik heb natuurlijk ook wel inside information. kijk, er wordt heel veel geroepen en geschreven. Ja. Maar
er is niks concreet. Dus kijk, zolang niemand hier aan de lijn hangt, zit Wim Jonk gewoon goed. En die gaat natuurlijk op de fiets. Gaat hij naar zijn werk. En die heeft gewoon zijn tas op zijn rug. Ja, dat is natuurlijk ook heel fijn, Harry. Dat je gewoon weet dat als je je vrouw belt van, zet het eten maar op, ik ben er over 3 minuten. Kijk. Ja. Dat heb je niet als je naar Utrecht moet, of als je naar Rotterdam moet, of als je naar... Ja, ik weet dat waar, is het punt, hè? Ja, luister, je kan hem niet oneindig houden natuurlijk bij Volendam. Dat weet jij ook wel. Dat weet ik, maar ik weet zeker dat als wij zouden promoveren, dat Wim dan veel liever met zijn eigen team wil laten zien wat er mogelijk is in de Eredivisie. Want hij zit hier niet voor het grote geld, dat weten we allemaal. Tuurlijk zal hij niet altijd bij Volendam blijven. Ik bedoel, dat is een utopie. Maar ja, ik denk, als hij met ons de Eredivisie in kan, dat hij dat zeker niet zal laten. Goed, dus dat betekent dat jullie dit jaar promoveren. Jong blijft nog een jaar bij jullie in de Eredivisie. En dan gaat Wim door. Dat zou mijn ideale plaatje zijn. Volendam gepromoveerd. We gaan afsluiten, Jan. Maar niet zonder dat wij samen hebben gezongen. Mooi Volendam natuurlijk. Dat is duidelijk. Oh jee. Ja. Ja, dat vind ik een mooi lied. En het is eigenlijk ook het volkslied van Volendam. Dus, nou, kom op, dan gaan we dan. Zet jij maar in. Daar komt-ie. Mooi Volendam, met je zee tot aan de horizon. En de vissers die voor dag en dag nog uitvaren gaan. Ja, mooi Volendam. De tijd springt slordig met je om. Blijft de vissersgeest altijd bestaan. Ja. Toch zal het oude nooit helemaal vergaan. Kijk, nou is dat een mooi lied of niet? Hey. Ik ben blij dat jij het ook zo mooi vindt. Een prachtig dorp Volendam. Ik kom er altijd graag, je weet het. Hey Jan, dankjewel. Heel veel succes. Jij ook bedankt. En ik geniet van je filmpjes, Harry. Ik kijk echt elke keer als er iets online komt, dan ben ik een van je vaste kijkers. Dus ga zo door. Dankjewel. Dag. Ga je goed, hè?